De Europese Unie stelt 13 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van investeringen in duurzaam bosbeheer. Het gaat om een schenking voor een meerjarenprogramma dat loopt tot 2027. Dit is besloten tijdens een gesprek tussen een Surinaamse regeringsdelegatie onder leiding van minister Armand Achaibersien en een EU-delegatie onder leiding van ambassadeur Fernando Pons Canto. De ministers Brontosum Mahardjo als GGB ad interim en Silvano Tjanaheng waren daarom eveneens aanwezig tijdens het gesprek. Suriname komt in aanmerking voor een van de als een van de weinige landen in de regio voor een meerjaren steunprogramma. De hoofdcomponenten van dit programma zijn het verbeteren van de levensstandaard van dorpsgemeenschappen middels het bieden van onder andere technische ondersteuning voor duurzame ontwikkeling van de houtsector, als ook voor de niet-houtbosproducten, hervormingen ter verbetering van een verantwoord bosbeheer en het beschermen en herstellen van het mangrovenbos.